Ik moet niet graag. En ik heb eigenlijk nog nooit graag moeten. Hier bijvoorbeeld moest ik op de foto. Ik word er echt gewoon averecht van moeten. Als ik iets moet, dan overvalt er me een soort van luiheid. Dus als ik een paar jaar geleden de uitdaging aanging om een kwartriathlon te doen, zat ik met een mega probleem. Ik moest wel bewegen. En ik sport eigenlijk niet eens graag. Ergens onderweg, naar dat eerste doel, die eerste triathlon, ben ik verliefd geworden op het proces van iedere keer een klein beetje verder, sneller en beter te worden. Moeten trainen, maar het is eigenlijk een beetje een keuze om naar buiten te gaan. Het moet niet, wordt daardoor een soort van mantra. Op momenten waar ik geen zin had om te trainen, en zo zijn er eigenlijk wel meer, probeerde ik met dat zinnetje mijn kop duidelijk te maken dat we technisch gezien eigenlijk niet moesten bewegen. Dat we er samen voor gekozen hadden om dat te doen. I'm gonna love you, baby. Cross my heart, hope to die. Een keuze dus. Een fuck you aan al dat moeten. Of een attitude. Dat is bewegen voor mij geworden. En doe ik het ook eigenlijk liefst op een plaats waar ik gemakkelijk mijn gsm kan vergeten. En alle andere schermen. Het liefst op een plaats waar ik naartoe kan. Met de intentie om me te focussen op één iets. Zonder afleiding. Ver weg van mijn dagelijkse hypergeconnecteerde comfortzone. Daar ligt voor mij mijn vluchtpunt.